Vissen, welkom bij jullie liefdesreading voor de maand september. Dit is een algemene reading voor iedereen die vissen in zijn zon, maan of ascendant heeft. Ik heb al een aantal orakelkaarten voor jullie mogen ontvangen, dus daar gaan we mee beginnen. En daarna zal ik een tarotlegging doen. Ik ben begonnen met het Roman's Angel deck en we gaan meteen kijken welke kaarten er voor jullie zijn uitgekomen. En de eerste kaart vissen is Calling in your soulmate. Het binnenroepen van je soulmate. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties zullen je helpen om je samen te brengen met jouw soulmates. Dus het kan zijn, vissen, dat je inderdaad openstaat voor liefde. En ja, datgene wat je daarvoor doet, dus gebeden, affirmaties, noem maar op, zal je inderdaad helpen om die soulmate waar je naar op zoek bent binnen te roepen voor de maand september. Als tweede kaart hebben we laat je vrienden je helpen. Vraag voor en accepteer hulp van anderen. En dit kan natuurlijk op liefdesgebied zijn, dit kan ook op een ander gebied zijn. Het ligt er natuurlijk aan wat voor situatie je op dit moment zit, maar durf om hulp te vragen en laat je vrienden je helpen. De derde kaart is verloving, engagement. Je liefdesleven zal naar een hoger level getild worden. Dus wellicht van vriendschap naar liefde, een relatie naar een verloving, verloving naar een huwelijk. En dan hebben we als laatste boodschap past life relationships. Dus een relatie uit een vorig leven. Je hebt elkaar eerder gekend. Ja, en dat is die soulmate-energie wat we hier ook hebben. Dus het kan voor sommigen van jullie zijn dat je een nieuw persoon zult tegenkomen, zult ontmoeten in de maand september. En dit kon wel eens een soulmate zijn, degene die je graag zou willen zien in je leven op dit moment. Heel mooi, hele mooie kaarten. Van het Island Time Wellness Deck hebben we als eerste kaart Self-Indulgence. Focus op jezelf, zelfwaarde, tijd voor healing, het doen van schaduwwerk en self-appreciation, dus zelfwaardering, is heel belangrijk vissen in de maand september. Waardeer jezelf, werk aan jezelf en focus je op jezelf. Tijd om te healen. En weer een kaart van soulmates is er voor jullie uitgekomen. Een zielsconnectie, een partnerschap, samenwerking en een zielscontract. Wauw. We hebben een boot. Ontvangen wat je nodig hebt. Vooruitgang. Aankomen op dat punt, ja, waar je naartoe werkt. Verder gaan in het leven. En dingen die afgesloten worden. Vissen. Dus het kan zijn dat je inderdaad bezig bent met een bepaalde relatie af te sluiten. Een bepaalde ervaring die je op hebt gedaan, op relatiegebied wellicht. Moving on and closure issues. Dan hebben we keys on a ring, sleutels aan een ring. Dit gaat over opties, een besluit nemen, een beslissing maken. En dit kan ook staan voor een one-night stand of iemand die je aan de lijn houdt. Dus kijk hoe het resoneert met je situatie. Van de Sacred Traveler kwamen er twee kaarten uit. Het omarmen van enthousiasme. Shout to the heavens with happiness. Dus ja, schreeuw, gil naar de hemel met geluk, met vreugde. Dus ik heb het gevoel dat jullie ergens mee bezig zijn. Of wellicht dat je je enthousiasme voor het leven in het algemeen, of je enthousiasme op het gebied van liefde, weer terug gaat vinden in de maand september. En het kan zijn dat jullie door een periode zijn gegaan waar dat minder was. Waar je dus niet open stond inderdaad voor liefde. Je bent nog bezig met het afsluiten van een bepaalde relatie, connectie wellicht. En het is tijd geweest inderdaad om je op jezelf te focussen. Te focussen op je zelfwaarde en een tijd voor healing. De tweede kaart die eruit kwam van de Sacred Traveler is Vast Vistas.
Expand your horizons. Dus uitbreiding. Het uitbreiden van je horizon. Ja, en het voelt voor mij als een nieuwe start. Ook met die kaart. Het omarmen van enthousiasme. Vreugde. Je kunt door een moeilijke periode zijn gegaan. Waar je weer alles op een rijtje hebt moeten zetten. Een vissen. En je gaat nou weer je horizon uitbreiden. Kan te maken hebben met je werk. Met leven in het algemeen. Maar dit kan ook te maken hebben met weer openstaan voor de liefde. Dus we gaan kijken wat de tarot voor jullie heeft. Vissen. Oh. En ik heb deze kaarten al voorgeschud. Maar ik schud ze altijd nog een keer. Ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap voor vissen als het gaat om liefde in de maand september. Vissen, alsjeblieft. Een heldere en duidelijke boodschap. En dit is het Aarsengelen Tarot. Ik ga 3 kaarten trekken van deze stapel, van dit tarot deck. En dan ga ik verklaren met de Golden Tarot. Universum, welke boodschap mag er uitkomen voor vissen? Wat is de boodschap van de aartsengelen voor de maand september? Dank u wel. Voor vissen. Voor de maand september. Op het gebied van liefde. En deze boodschap kan en zal niet voor iedere vis resoneren. Dus neem gewoon mee wat jij vindt passen bij je situatie. Wat je herkent, waar je iets aan hebt. En laat de rest achterwege. Probeer het ook niet passend te maken als deze reading totaal niet resoneert, bijvoorbeeld. En resoneert het wel, dan geef me alsjeblieft een like en laat vooral een reactie achter. Of het resoneert en hoe het resoneert. En abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden en het nog niet gedaan hebben. Universum. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor het sterrenbeeld vissen op het gebied van liefde voor de maand september. Ja, dank u wel. Ja. We hebben 3 kaarten. Ik ga kijken wat we onder op het dek hebben. Wauw. Een grote arcana kaart. De hoge priesteres. Kaart nummer 2. Krachtige inzichten die je krijgt. Vissen. Want dit is de algemene energie voor de reading voor september. Dus krachtige inzichten. Op basis van je gevoel. Op basis van je intuïtie. Een reflecteren en meditatie. Waardoor je inderdaad waardevolle informatie zult krijgen. En dit is ook een kaart van vrede. Een kaart van rust. Iemand die inderdaad in zichzelf gekeerd is. Emoties binnenhoudt. En inderdaad vooral vertrouwt op haar intuïtie. Dit is iemand die weet. Dus je gaat in de maand september inderdaad af op je gevoel, op je intuïtie. Heb ik het gevoel. Dan hebben we de 9 of Ariel. En dit is de 9 van Pentakels. Je dromen zullen waarheid worden. Hard werk leidt tot groot succes. En dit is inderdaad echt een kaart die te maken kan hebben met je carrière. Dus ik heb het gevoel dat jullie daarop gefocust zijn op dit moment, vissen. Op je carrière, op je financiële stabiliteit. En daar zul je succesvol in zijn. En dit heeft ook te maken met een liefde hebben voor de mooie dingen in het leven. Genieten van de mooie dingen in het leven. Dus misschien ga je inderdaad in de maand september meer kunnen genieten weer van de kleine dingen in het leven. Doordat je ook de financiële mogelijkheden hebt. We hebben hier een koning van staven, de King of Gabriel. Dit kan jullie energie zijn. Je kunt sterk vuurenergie hebben. Ram, leeuw, boogschutter. Dit kan ook iemand zijn waar je mee te maken hebt. Met de hoge priesteres hebben wij waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Dus dit is jullie eigen energie als algemene energie. Met de koning van staven. Dit kan iemand zijn die heel gedreven is. Andere mensen inspireert. Je kunt te maken hebben, dit hoeft geen koning te zijn, geen man te zijn. Het kan ook iemand zijn, een vrouw zijn. In de energie van de koning van staven. Wellicht speelt een koning van staven, een ramleeuw boogschutter, een rol in het leven. Dit kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt gehad of een relatie gaat krijgen. Dit is iemand die zijn ogen op het grotere plaatje houdt. Heel gedreven is. Dit kan iemand zijn die zelfstandig ondernemer is.
Iemand die heel goed is in het delegeren van werk ook. Veel ervaringen heeft opgedaan, waardoor deze persoon heel succesvol is. Dit is een go-getter, iemand die achter zijn doel aangaat en ook datgene gaat bereiken wat hij of zij wil. En dan als laatste kaart hebben we de Four of Michael, de zwaarde 4. En ja, dit heeft te maken, heb ik het gevoel, met een stukje healing, vissen. Inzichten die komen door jezelf terug te trekken, een moment van stilte, meditatie wellicht. Dit kan ook te maken hebben met je harde werk, met die pentakels 9. Meer rust nemen, slaap nodig hebben. Het kan zijn dat je inderdaad ziek bent geweest en het kan gewoon een griepje zijn geweest, maar je hebt in ieder geval, of je zult nog een griep krijgen of wat dan ook, en je hebt gewoon rust nodig. En ja, ook mentaal gezien heb je rust nodig. Afschakelen van stress. Op het gebied van liefde, want dit is natuurlijk een liefdesreading. Ja, heb ik het gevoel dat jullie te maken kunnen hebben met een vuurteken, een ramleeuw, boogschutter of iemand die dus sterk in zijn sterrenbeeld heeft. Maar dit kan ook jullie energie zijn. Je bent misschien na een relatie waar je nog bezig bent met het afsluiten, met je terugtrekken, met healen van de hele situatie, ben je gefocust op je werk. En het kan ook zijn dat sommigen van jullie een eigen zaak hebben of de intentie hebben om inderdaad meer financiële stabiliteit voor jezelf te creëren door een eigen zaak te beginnen. Of een, ja, iets zelfstandigs naast je baan. Dus kijk hoe het resoneert. Universum. Waarom ligt hier de hoge priesteres voor vissen? Voor de maand september. De hoge priesteres. De hoge priesteres. Het kan ook zijn, vissen, dat je nu meer gaat vertrouwen op je gevoel, op je intuïtie. Of hier meer spiritueel bezig bent met de hoge priesteres. Het kan zijn dat je in deze periode intuïtief dingen sterker aanvoelt. En voor de hoge priesteres, wauw, hebben wij de pentakels 10. En dit is een kaart van familie, van een stabiele relatie. En we hebben de geliefden. Een keuze in de liefde. Waarom ligt hier de geliefden voor vissen voor de maand september? De geliefden. Wauw. De zon. Dus het kan zijn dat je een keuze gaat maken in liefde. Met die pentakels 10. Dit staat voor een, dit kan staan voor een hele stabiele relatie, een lange relatie. Dit kan iemand zijn waar je een huwelijk mee hebt gehad. Er is een keuze gemaakt. En die keuze heb je gemaakt op basis van je gevoel. En dit is een kaart van bevrijding, van duidelijkheid, van vreugde, geluk, liefde ook. Wauw! En onder op het dek hebben we de staven 4, een wensvervulling. En dit is inderdaad ook je relatie naar een hoger level tillen. Een hoger level van commitment, van toewijding. En met die pentakels 10, ja, dit kan staan voor een huwelijk. Dit is een ja, stabiele, zekere relatie, iemand die je kunt vertrouwen. Mensen om je heen die je kunt vertrouwen. Dit kan staan voor je huis. Dit kan staan voor je familie, je gezin. En de staven 4 is goed nieuws. Zeker naast de zon, de mooiste kaart uit het dek. We hebben dus heel sterk leeuwenergie en tweelingenergie op de tafel. Hier hebben we dus ook vuurenergie. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Stabiele basis met die staven 4. De staven 4 kan ook weer staan voor het huwelijk, maar dat kan ook staan voor een stabiele basis of iets om te vieren. Ja, kijk, en onder op het dek, zwaarde 4. En die hebben we hier ook liggen, een kaart van rust nemen. Waarom ligt hier die zwaarde 4? Waarom ligt hier die zwaarde 4 voor vissen? Ridder van zwaarden. En dit is een hele onrustige.
ja, dit, energie. Iemand die chaos, stress veroorzaakt. Tweeling, weegschaal, waterman, energie. De zwaarde 4. Waarom ligt hier de zwaarde 4? De keizer, ramenergie. Staven 6. Ook weer vuurenergie, ramleeuw, boogschutter. En we hebben hier de wereld. Stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. De ram energie, de keizer die we hier hebben liggen met die ridder van zwaarden. Een kaart van hele snelle actie ondernemen. En dan een overwinning willen behalen in de situatie met de staven 6. En we hebben hier de wereld. Je hebt de wereld in je handen. En dit is een kaart van geluk. Een nieuw begin maken. Het is de laatste kaart van een grote arcana. Dus je hebt als het ware alle fases doorlopen die je moet doorlopen. En je gaat een nieuwe reis beginnen. Voor sommigen kan dit te maken hebben met reizen. Maar deze kaarten verklaren dus de zwaarden 4. Dus ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met een einde. Je kunt te maken hebben gehad met een tweelingweegschaal, waterman of een ram. Een ridder van zwaarden. Iemand ja, die wat stress heeft veroorzaakt. Iemand die, waarmee je... waar je een bericht van ontvangt, wellicht, met die ridder van zwaarden. Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? Het kan iemand zijn die zijn excuses gaat aanbieden, vissen. We hebben hier een schildknaap van kelken. We hebben de aas van zwaarden. De azen staan voor een nieuw begin. Maar dit heeft ook alles te maken met communicatie en duidelijkheid. Iets wordt er duidelijk. Ik heb het gevoel dat er iemand zijn emoties wil uiten. Met die schildknaap van kelken. En dit kan ermee te maken hebben dat deze persoon ziet dat jij inderdaad verder gegaan bent. Dat je aan het werken bent aan jezelf, aan je eigen financiële stabiliteit. En dat je dit principe goed doet met die 9 van pentakels. Dus deze persoon wordt daar onrustig van. En komt wellicht met een bepaald soort communicatie. Waarom ligt hier de keizer? De keizer. De keizer voor vissen. Waarom ligt hier de keizer? Pentakels 2. Ja, dit is een kaart van onderhandelingen. Meerdere ballen in de lucht houden. Een keuze moeten maken uit 2. Wellicht twijfelen tussen 2 situaties, 2 personen. En we hebben hier de kelken 4. Ja, ik heb het gevoel als deze persoon binnenkomt, vissen, met ja, een emotioneel gesprek, heb ik het gevoel dat er gaat plaatsvinden tussen jullie beiden. En ik heb ook het gevoel dat de spanning hoog kan oplopen tijdens dit gesprek. Met de ridder van zwaarden kan het iemand zijn die ja, harde woorden zegt zonder erbij na te denken hoe deze aankomen. Maar ik heb ook het gevoel dat deze persoon eigenlijk met een soort van excuses wil komen.
Dit kan iemand zijn die gericht is op eigen ego. We hebben die staven 6, we hebben de keizer. Dit is ook iemand met een groot ego. Dit kan ook jullie eigen energie zijn. Je gaat in je kracht staan. Je gaat de leiding nemen in deze situatie. En je bent op dit moment aan jezelf aan het werken. Je bent aan het healen van een einde wat er heeft plaatsgevonden met deze persoon. Met de wereldkaart. En je hebt inderdaad een keuze, is er gemaakt. Je voelt intuïtief aan dat je gaat voor je geluk. Je gaat voor stabiliteit. Je gaat achter datgene aan wat jouw wensen zijn. En we hebben hier ook uitbreiding van je horizon. Je bent in eerste instantie aan het focussen op je financiële stabiliteit, heb ik het gevoel. En je begint weer te genieten van het leven. Na wellicht een moeilijke periode. Die te maken heeft met die wereldkaart. Waarom ligt die wereldkaart hier? Je wilt ook iemand waar je erkenning van krijgt. Met die staven 6. Waarom ligt hier de wereldkaart? Ja, en ik heb het gevoel dat je wel in twijfel komt. Dus je gaat wel in je hoofd zitten. Deze situatie zorgt er wel voor dat je inderdaad weer enigszins stress zult ervaren. Je gaat dingen afwegen met die pentakels 2. Maar ik heb het gevoel dat jullie inderdaad eigenlijk niet meer in willen gaan op het aanbod van deze persoon. En ik heb het gevoel dat dit iemand is waar je een relatie mee hebt gehad. De wereld wordt verklaard door de koningin van zwaarden. Tweeling weegschaal waterman. Waarom ligt hier de wereld? Gerechtigheid, karma, balans. En we hebben de koningin van kelken. We hebben 2 koninginnen. Dat kan dus, dat kan dus betekenen dat je met 2 personen te maken hebt. Een luchtteken, tweelingweegschaal waterman en een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. Dit kan ook jullie eigen energie zijn. En in het midden hebben we de kaart gerechtigheid, balans. Dus ik heb het gevoel, ook omdat hier de hoge priesteres ligt, dat het beide jullie energie is. Je gaat balans brengen. En dat heeft te maken alles met een einde en een nieuw begin. Je gaat logisch nadenken, logisch beredeneren, want de koningin van zwaarden is iemand die inderdaad eerder keuzes maakt vanuit het verstand als vanuit het hart, als vanuit emoties. Maar de koningin van kelken is juist iemand die haar hart op de tong draagt, iemand die intuïtief heel goed dingen aanvoelt. Het kan iemand zijn die helderziende gavens heeft, heldervoelend is. Heel empathisch, heel gevoelig, heel zorgzaam. En ik heb het gevoel dat je in het verleden misschien meer naar een van beide kanten neigde te gaan of bent geweest in een bepaalde relatie en dat je nu die balans gaat vinden. Dus er gaat een einde plaatsvinden. Je gaat logisch denken. En met de koningin van zwaarden is ook iemand die, dit kan een alleenstaande vader of moeder zijn, iemand die het nodig heeft meegemaakt. Veel levenservaring heeft en daardoor weet wat goed voor haar is en wat niet goed voor haar is. En dit is iemand die open staat voor nieuwe ervaringen. Ook open staat voor communicatie. Dus ik heb het gevoel inderdaad dat je open gaat staan voor communicatie met deze persoon. En het kan iemand zijn die nogal dominant is met die keizer-energie wat we hier op de tafel hebben liggen. Maar je gaat inderdaad in je kracht staan. Met die staven 6. Dit is een hele zelfverzekerde energie. Dus ik heb het gevoel, je gaat inderdaad ten opzichte van deze persoon, mocht er communicatie binnenkomen, je gaat heel erg in je kracht staan. En
Ja, met die kelken vier. Dit kan een kaart zijn van afwijzing. Of inderdaad, ja, dit is iemand die heeft er niet heel veel zin in. Iemand die verveeld uitziet. Met de pentakels 2, je gaat een afweging maken. Dus je gaat nogal in je hoofd zitten. Je gaat je een tijdje terugtrekken om over ja, dit gesprek na te denken. Waarom ligt hier de koning van staven voor vissen? Koning van staven voor vissen. Koning van Staven voor vissen. En deze kwam er omgekeerd uit. Zwaarden 2. Geen beslissing kunnen maken. In je hoofd zetten. De situatie niet zien voor wat het is. En, of niet willen zien voor wat het is. En omdat deze omgedraaid ligt, heb ik het gevoel dat je uit deze energie gaat komen. Je kan in deze energie hebben gezeten, geen keuze kunnen maken. Met die pentakels 2 zul je weer even teruggeworpen worden. Mocht er communicatie binnenkomen. Maar ik heb het gevoel, je gaat een keuze maken en je gaat in je kracht staan met die koning van staven. En dit kan ook een nieuwe persoon zijn. Waarom ligt hier de koning van staven voor vissen? Koning van staven. Aas van pentakels. Ja, een nieuw begin. Iets wat stabiliteit brengt. Ook financiële stabiliteit. Iets wat betrouwbaar is. Iets voor de lange termijn. En dat is wat je doel is. En dat is waar je voor gaat vechten. En dat is waar je achteraan gaat. Dat is waar je op gefocust bent. Waarom ligt hier de pentakels 9? Ja. Dit zijn jullie aan het manifesteren. De magier, tweelingenergie. Iemand die al zijn talent gebruikt, al zijn kwaliteiten gebruikt om inderdaad iets te manifesteren. Iemand die het hemelse met het aardse verenigt. Een heel intelligente persoonlijkheid. Heel slim, inderdaad. Iemand die precies weet hoe hij zijn middelen moet gebruiken om datgene te bereiken wat hij of zij wil. En dat is die pentakels 9. En dit is een single energie, die pentakels 9. Hard werken. Om datgene te manifesteren. En dat heeft te maken met die aas van pentakels, een nieuw begin. Je bent gefocust, heb ik het gevoel, op je carrière, op je werk. En je komt uit een energie van, ja, een situatie die je niet hebt gezien voor wat het is, niet wou zien, wellicht heel lang in bent blijven hangen. Maar je komt terug in je kracht en je bent gefocust op datgene inderdaad wat je wil manifesteren. Waarom ligt hier de zonkaart voor vissen? De zonkaart. Ik heb het gevoel dat er voor jullie opties gaan binnenkomen. Opties op het gebied van liefde, vissen. Waarom is hier de zonkaart? Ja. Kelke 2. Dit is die soulmate-energie. Een hele sterke band, aantrekkingskracht die je met iemand voelt. Je hebt een keuze gemaakt, want dit is inderdaad wat je graag wil. En die keuze wat je gemaakt hebt in de liefde, voor die stabiliteit, voor die pentakels 10, gebaseerd op je intuïtie, op je gevoel. Dit brengt jou de zon, dit brengt jou een soort van bevrijding, een soort van ja, vreugde, liefde. Maar met de kelke 2 kwam daar ook de zwaarde 5 uit. Dit kan een kaart zijn van zelf. Sabotage. We gaan kijken. Waarom ligt hier de zwaarde 5 voor vissen? Dit kan ook een kaart zijn van conflicten. Iemand die wellicht niet de juiste intenties, niet de juiste motivatie heeft. Iemand die wil winnen, koste wat het kost. Maar deze kaarten verklaren de zon. Waarom ligt hier de zwaarde 5 voor vissen? Staven 8, dus communicatie. Communicatie over en weer. Dit is ook een snelle vooruitgang in je situatie. Dit zijn opties, positieve kansen.
De ster. Healing. Ja, dit kan iemand zijn waar je mee te maken hebt en die je gaat achterlaten. Zoals ik zei, hier gaat een gesprek plaatsvinden. Iets komt eraan het licht, gevoelens worden geuit, harde woorden wellicht gesproken. Dit kan chaos, drama zijn, iemand die nogal overheersend is. Dus je hebt echt je tijd nodig om je terug te trekken. Tijd nodig om te healen met die ster. Maar je hebt goede hoop voor de toekomst met de ster. Dit is een kaart van healing, maar ook hoop voor de toekomst. En wensvervulling. Dingen worden duidelijk in dit gesprek. Dit is waterman-energie. Kijk, en we hebben hier de zwaarde 7. Dus je kunt te maken hebben met iemand die... Tijdens het gesprek wordt het je duidelijk, heb ik het gevoel. Want dit is ook weer een hele spirituele kaart, de ster. Ik heb het gevoel dat tijdens je gesprek met deze persoon oneerlijkheid of geheimen iets komt aan het licht, ook met die aas van zwaarde. Wat is die zwaarde 7? Dit is iemand die wellicht geen verantwoordelijkheid wil nemen voor het einde wat er heeft plaatsgevonden tussen jullie. Iemand die jou misschien de schuld geeft voor dingen, terwijl hij... Of zij zelf ook een aandeel heeft gehad in het beëindigen van de connectie tussen jullie. Dit kan iemand zijn die manipulatief is of inderdaad aan zichzelf denkt met die zwaarden 5. Waarom ligt hier de zwaarden 7 voor vissen? De gehangene. Ja, we hadden hier die kaart liggen van iemand die aan de lijn, aan het lijntje houdt. En op het moment dat deze persoon ziet dat het goed met je gaat, heb ik het gevoel dat deze persoon binnen gaat komen in de maand september met communicatie. Deze persoon wil jou inderdaad met de gehangene ook wellicht, ja, jouw vooruitgang stagneren op de een of andere manier. Maar ik heb het gevoel dat... oneerlijkheid of inderdaad dat je deze persoon gaat zien voor wie hij of zij is. Want deze persoon heeft een licht rondom zijn hoofd. Dus ik heb het gevoel dat je deze persoon vanuit een compleet anders gaat zien. Door de communicatie die er gaat zijn. Want we hadden hier die zwaarde 2, een situatie niet zien voor wat het is. En ik heb het gevoel dat, daar kom je uit. Je gaat duidelijkheid krijgen... Een ander perspectief. Je gaat deze persoon op een andere manier zien. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De zwaarde 7. Het kan ook te maken hebben met oneerlijkheid binnen jullie connectie. Dus uiteindelijk... En dit kan een soulmate zijn, een soulmate energie. Met de kelken 2. Maar dit gaat je uiteindelijk een soort van bevrijding brengen. En die keuze die je gaat maken. Kijk, voor de zwaarde 7 hebben we hier de maan. De maan staat voor geheimen. Een situatie is niet wat het lijkt. Naast de ster heb ik het gevoel dat er duidelijkheid gaat komen. En zeker met die aas van zwaarde. Je gaat inderdaad de situatie of de persoon zien voor wat het is. Dit heeft ook met heftige emoties te maken, de maan. Dus het kan emotioneel zijn om inderdaad de waarheid te zien. En dit is jullie eigen energie, die maanenergie, vissen en kreeftenergie. En met de gehangenen hebben we ook heel sterk vissenenergie. En je gaat je zeker even terugtrekken, want het kan inderdaad pijnlijk zijn om inderdaad de realisatie te krijgen van zo zit deze persoon in elkaar of zo zat de situatie dus in elkaar en hoe heb ik dat niet kunnen zien? Waarom ligt hier de staven 4? Kan iemand zijn waar je mee hebt samengewoond? Staven 4,
dit kan ook weer goed nieuws zijn. Doordat je inderdaad besloten hebt om een keuze te maken in de liefde. Waarom ligt hier de staven 4? De staven 4 voor vissen. Een nieuw begin. Het kan zijn dat je een nieuwe woning zult krijgen. We hebben de schildknaap van staven. Dit kan dus een mogelijkheid zijn voor een nieuw begin van een vuurteken wellicht. Ramleeuw, boogschutter. Maar we hebben hier ook nog de kelken 5. Een kaart van verdriet, pijn. Wellicht depressief voelen over een bepaalde situatie. Die je achter gaat laten. Of die je achter je hebt gelaten. Dit is inderdaad nog nadenken over het verleden. Je focussen op het verleden. Ja, en dit heeft alles te maken met een pijnlijk einde. Met de zwaarden 10. Deze persoon kan een soulmate zijn. Of je kunt het gevoel hebben gehad dat dit een soulmate is. En je hebt een bepaalde les eruit moeten leren. Maar dit is samengegaan met pijn en verdriet. En je zag wellicht op een gegeven moment geen hoop meer in de situatie. Maar je bent toch weer opgestaan. Je hebt een andere mindset. Dus je bent je gaan focussen op andere dingen. Het uiten van je creativiteit. Een nieuw begin starten. Misschien een nieuw bedrijf starten. Of een nieuwe baan nemen. In ieder geval werken aan je stabiliteit en je zekerheid. Maar er is toch nog een stukje inderdaad waar je mee zit met die kelken 5. Waar je nog steeds mee zit ook in de maand september. Maar kijk, we hebben hier de kelken 10 onder de zwaarde 10 liggen. En dit is happily ever after. Dit is je ultieme geluk. Dit is eigenlijk een sprookjeshuwelijk. En de pentakel 5 eronder. Dus het kan zijn dat je de relatie die je had, dat je het gevoel had, dit is iemand waar ik de rest van mijn leven mee ga doorbrengen. Dit is mijn soulmate. Dit is mijn geluk en uiteindelijk is het veranderd inderdaad in een pijnlijk einde. Maar er is weer hoop voor de toekomst. En met de zonkaart, de mooiste kaart uit het deck en die staven 4, er gaat goed nieuws komen over een nieuw begin. En dat is iets wat stabiel is. En dit is ook iets waar jullie zelf aan werken, je financiële stabiliteit, zoals ik al een aantal malen heb gezegd. Maar het kan ook zijn dat er inderdaad een nieuwe persoon in je leven gaat komen. En dit kan iemand zijn die je al kent en waar je wellicht nu een bepaald gevoel voor gaat ontwikkelen met de kelken 2. Wauw, en terwijl ik aan het praten hebben we hier de staven 9. Door een moeilijke periode gegaan zijn, veel obstakels, veel problemen hebben moeten overwinnen. Dus de gewonde strijder. Ik heb het gevoel dat het jullie energie is. Je wil maar niet opgeven op een bepaalde situatie. Je wil blijven werken. Maar er komt nu inderdaad duidelijkheid in hoe de situatie is. Hoe deze persoon is. En dit is het rad van fortuin. Dit is voorbestemd. Dit is het lot. En deze kaart kwam eruit toen ik het had over de kelken 2. Dus ik heb het gevoel inderdaad. Het rad van fortuin is een nieuwe gelukkige verandering in je leven. En dat kan te maken hebben met een nieuwe liefde. Waarom ligt hier de kelken 2? De kelken 2. Voor vissen. En daar komt hij toch, hè? Ik liet hem net al zien. Pentakels 5. Het gevoel hebben dat er iets mist, een gemis. Dit kan financiële stabiliteit zijn, maar dit kan ook het gevoel zijn van voel me alleen, ik voel me eenzaam, ik voel me buitengesloten. En ik heb het gevoel dat dit, die connectie, wat je hebt met deze persoon, deze relatie die je hebt gehad, die je gaat beëindigen of wellicht onlangs is beëindigd.
heeft je dat gevoel gegeven. Je voelt je alleen. Je voelde je heel erg verbonden met deze persoon. En doordat er dingen aan het licht gaan komen, je de situatie vanuit een ander perspectief gaat zien, voel je je wellicht nog meer in de kou gezet. Je ziet de situatie voor wat het is. Maar dit is dus het lot. Dit is voorbestemd. Dit is een les die je hebt moeten leren. Heb ik het gevoel, met het Rad van Fortuin ernaast. En we hebben daaronder weer de Pentakels 3. En weer de Zwaarden 4. Die heb ik al 3 keer gezien nu, de Zwaarden 4. Healen, terugtrekken, je rust nemen. Dus vissen, ja, ik heb echt het gevoel, deze hele situatie is inderdaad voorbestemd. Dit is het lot, dit is een les om inderdaad te werken aan je eigen waarde met die self-indulgence wat we hier hebben liggen. Je zelfvertrouwen, je eigen waarde, terugkomen in je eigen kracht. Focussen op jezelf, je zelfwaarde, het schaduwwerk doen en tijd voor healing. Jezelf waarderen is de les, heb ik het gevoel. En ik heb de energieën al genoemd. De sterrenbeelden, weegschaal, stier, leeuw, schorpioen, waterman, ram, leeuw, tweeling, wederom stier, leeuw, waterman, schorpioen, vissen, kreeft, waterman. En dat zijn de sterkste energieën. En nog een keer tweeling hebben we hier liggen. Dan wil ik, om de reading mee af te sluiten, nog een aantal boodschappen van de persoon waar je op dit moment aan denkt. En dan moeten we echt stoppen, want het is gewoon al 40 minuten. En ik denk elke keer, ik ga een hele korte, bondige reading doen. En dan loopt het toch nog uit. Wat is de boodschap van de persoon waar vissen op dit moment aan denkt met de Hidden Truth Oracle Deck? Wat wil deze persoon nog tegen vissen zeggen? Wat wil deze persoon nog tegen vissen zeggen? Dank u wel. We weten allebei dat ik niet de juiste ben voor je. En dit is de persoon waar je een relatie mee hebt gehad, of ja, waar inderdaad een van beiden de keuze heeft gemaakt om de connectie te beëindigen. Wat wil deze persoon nog tegen vissen zeggen? We moeten elkaar loslaten. Wil deze persoon nog meer zeggen tegen vissen? Wat wil deze persoon nog meer tegen vissen zeggen? Ik herinner me elk detail van die dag. Dus er kan een bepaalde dag zijn of een bepaald gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen jullie. En deze persoon herinnert zich elk detail. En dan, I left when I saw you with someone. Ik ben weggegaan toen ik je zag met iemand. Kijk hoe het resoneert. Ik ben niet beschikbaar. En jij kwam dichterbij dan wie dan ook. En onder op het dek. Ik hou van jou. Kijk hoe het resoneert, zoals ik zei. Probeer het niet passend te maken als het dat niet is. Geef me een like als het resoneert. En laat een bericht achter. Abonneer je op mijn kanaal en hopelijk tot de volgende keer. Ik wens jullie een hele mooie maand september toe, vissen. Dag!